Het komt nog voor dat Frans-Guyanese illegaal naar binnen komen vanuit zogenoemde Boropassis. Enkele van deze plekken zijn al geïdentificeerd door de autoriteiten. En volgens kolonel Jerry Sleengaard van het NCCR worden er maatregelen getroffen. De mensen die dus in de, zoals het is gezegd, Boropassi binnenkomen, we hebben er ernstig aandacht voor. Omdat het, we weten dat, en ik heb dit verhaal een paar keer reeds gegeven, we weten dat onze grenzen vrij open zijn. Ja, en heel erg moeilijk te bewaken, te beveiligen. Maar er zijn natuurlijk systemen die gebruikt zullen worden. En we proberen ook technologie in te zetten om ervoor te zorgen dat wij dus een goede greep hebben op de doorlaatplaatsen. In elk geval de plaatsen die wij op dit moment weten en in kaart hebben gebracht. Zowel aan de Marowijnenzijde en aan de westelijke zijde, dus aan de quarantaine, in de quarantainerivier. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat we dus inderdaad niet alleen dat doen als Suriname, maar dat we dus ook kijken met natuurlijk onze buurlanden, want de grens verbindt twee landen met elkaar. En ik denk dat wij beide landen verantwoordelijkheden hebben om dus in elk geval iets te doen om die op de grenzen zo goed mogelijk te bewaken en te beveiligen. De diensten die de taak hebben, die zijn inderdaad ermee bezig en we zijn elke dag bezig te verbeteren. De straat.